We zijn terug voor de tweede wedstrijd tussen Ionel en Didista, tussen OH Leuven en Charleroi, voor het geval u de eerste halve finale gemist heeft. Zak Bentato wist te winnen van Mansen. En de eerste wedstrijd, de heenmatch tussen deze twee heren, is geëindigd op een 1-0 zege voor OH Leuven. Voorlopig dus wordt het een finale tussen Zak Bentato van Anderlecht en Ionel van Leuven. Ja, inderdaad. En als je dat dan van het begin, aan het begin van de play-offs had gezegd, dat iedereen je voor gek verklaart. Liever Zak Bentato 8-6 geworden in de competitie. Ionel debutant. Maar goed, ze staan er en ze spelen allebei op een heel hoog niveau. En als Didista gaat beginnen aan de wedstrijd zoals hij tegen Shadow heeft gedaan, dan belooft het nu wel spektakel te worden. Ja, wat we dus inderdaad zagen in die eerste wedstrijd is dat Ionel een plannetje heeft bedacht om die typische Didista-ballen, die steekballen, eruit te halen. Waardoor het voor Didista moeilijk is om loopzuivere kansen te creëren, hetgeen dat hem toch het hele seizoen getypeerd heeft. Ja, klopt. Omdat hij niet in de rug meer kan spelen van een defensie, maar effectief vanuit de combinatie en vanuit skills moet gaan proberen die kans te creëren. En dat is nu wel iets dat hem niet zo geweldig goed ligt. Nee, hij heeft twee bekers achter hem staan, Didista. U heeft het al misschien opgemerkt. De titel van de E-Pro League van vorig seizoen, die Matax wist te winnen. Kijk eens hier, daar gaat hij nog eens die lange bal doen eerst. Dat gaat lukken. En Romo met de vuist. En dus die andere beker die hebben wij hem bij Eleven Sports gegeven. Klopt. Dankzij het feit dat Nicholson de topschutter is in de E-Pro League. Soa, de maker tot nu toe van de enige goal tussen deze twee. En een prachtige goal met die Croquetta cancel. Goeie bal nu in de diepte voor Mini. Goed weggedraaid daar. En Kayembe verdedigt goed. Waar ik daarnet ook zat te denken, Kipré stond er centraal op en die had wel een rode kaart gepakt tegen Standaard. Klopt. Mocht die erop staan voor jou? Ja, voor mij is dat wel oké. Golizadeh. De Norre verdedigt goed. Ionel moet dit nog een keertje doen. En dat zou wat zijn. Ja. Twee wedstrijden na elkaar die staan van het scoren beletten. Zou dat überhaupt kunnen? Ja, je moet vooral proberen nu snel dat eerste doelpunt te maken. Dan geef je jezelf een klein beetje speelruimte ook. En een beetje een soort van vermindering van de stress in deze wedstrijd. Want je weet dat de Dista gaat komen als een gek. Een Gawa. Het uitvoetballen dat lukt allemaal goed. Maar er is enigszins hoge druk. Ja, toch wel hoor. Zeven jongens op de helft van Ionel. Maar hij komt eruit. Altamari. Steken die bal? Nee, Mercier. 3-3 nu. Dat moet je uitspelen. Dit kan, hè? Soa? Nee, voorlopig nog niet. Altamari. Trekt Soa weg. Dat is mooi gedaan. Ah, dat dan was die paas. Goed geprobeerd, hoor. Die paas moet beter dan. Steekbal. Een goeie. Nicholson voor de gelijkmaker in de totale score. Romo saved hem. En dit is prachtig gekipt, Matthias. Eerst kijken naar de hoekschop. Want Romo bokst weg. Opnieuw goed gekipt. En Soa kan uitverdedigen. Ja, goed gekipt. Ja, hij... Oeh, dit is niet waar. Wat is dit? Wat is dit? Ionel, wat doe je nu? Wat gebeurt er hier? Wat doe je nu? Romo wil hem wegkoppen. Wat een goal. Dit kan toch niet? Dit kan toch niet in een halve finale van de Proximus E-Pro League? Wat een goal! Dit is ongezien. En dat is dat kleine dosisje geluk dat Didista dan weer heeft, zeker. En dan doet hij dat zo goed bij die 1-op-1 situatie en dan gebeurt er dit. Ja, en dan mag Ionel al dat harde werk in de vuilbak gegooid. Dan mag hij opnieuw eraan beginnen. Jongens, jongens, jongens. Dit is nu in de totale score 1-1. Maar gaat Mercier daar nu al verandering in brengen? Of Mini? Hij heeft het toch ook moeilijk met die 1-op-1 situaties. Mini? Het is een kwestie van durven natuurlijk. En op het juiste moment de goede skill move bovenhalen. Mercier? Nee, past niet. Die centrale defensie van, die staat van Charleroi, die is wel rock solid hoor. Met De Soleil en met Kipré. Stel je voor dat je de finale niet haalt door dit doelpunt. Ja, dit zou zomaar eens kunnen. Want Didista helemaal terug in de wedstrijd. Het is
allemaal te herdoen. Ionel won de heenmatch met 1-0. En nu staat Charleroi 1-0 voor. En hoe? En we hadden wel verwacht dat er een goal zou vallen aan de kant van Didista, maar deze... Ja, heeft hij het zelf niet eens moeten doen. Nee. Golizade. Bruno. Heel geduldig in de opbouw. Steekbal komt net nog aan bij Golizade. Diandi. Lang balbezit nu voor Charleroi, maar Gawa zit ertussen. Ja, dit is dat. Dankjewel, zal hij gezegd hebben. Tegen de camera. Pas nu van... Zo, hè? Ja. Ja, dankjewel, inderdaad. Ja, dit kan wel een echte turning point zijn in de wedstrijd. Ja, dit mag gewoon nooit gebeuren op dit niveau, op dit moment. Dat dat op de eerste speeldag in de competitie gebeurt als iets anders. Maar in de halve finale. En kom hier ook maar eens van terug. Mentaal ook niet gemakkelijk, hoor. Je speelt dan eigenlijk één heel goede wedstrijd. Je begint relatief degelijk aan die tweede wedstrijd en dan gebeurt dat. Jongen, jongen, jongen. Dat is wel een goede bal. Soa, Mini. Veel snelle combinaties, maar het leidt tot weinig niets voorlopig. Dit is een foutje van Diandi. Nee, geen foutje. Leek me toch een haakfout te zijn daar van Diandi. Steken die bal, maar de Norre leest dat. Goed te zijn, ja. Dit is wel goed. Mercier. Maar weinig jongens vooraan. Oh, steek. Nee, nu niet meer. Ik had hem bijna durven laten steken tot bij Altamari. Soa nu. Nog steeds Soa. Nee, tot bij de Soleil. Daar ga je niet zomaar voorbij, hoor. Stevenen we af op een golden goal match. Dat zou kunnen. Maar er moet nog straks een tweede helft gevoetbald worden. En ik heb wel het gevoel dat Ionel toch één kans zal creëren. Vanuit dat balbezit dan. En die gaat hij moeten grijpen. Soa met de opening op Mini. 1 tegen 1 tegen de Soleil. Hier is Soa. Soa, Kipré zit ertussen. Is het niet de Soleil, dan is het gewoon Kipré. Descamps. Oeh, slechte bal. Altamari zit ertussen. Geven, King tot bij Mercier. Soa. Nee, Mercier scoort! Hij doet het eigenlijk nog iets te moeilijk, maar heeft dan een klein beetje geluk. Het ongeluk dat hij daarnet had bij die own goal, krijgt hij nu langs de andere kant terug. Dan, ja. Maar moet dat eigenlijk simpeler nog uitspelen? Dat paasje was totaal niet nodig. En dan hier zit die keeper van Charleroi ook niet. En dit is wel een heel handig moment. Op slag van rust dan toch die tweede belangrijke goal maken in de totaalscore. Romo bokst hem weg. En dat zorgt ervoor dat Ionel dus met een 1-1 gelijkspel de virtuele kleedkamer intrekt. En dus een totale score van 2-1 voor de e-sporter van OHA Leuven. Hij zit opnieuw in pole position richting de finale. Ja, maar gaat niet tevreden zijn dat tegendoelpunt. Nee. Dat is vermijdbaar en dat moet je vermijden. Dat mag nooit gebeuren. Je zag hem ook een beetje gefrustreerd neeschudden bij die aftrap van Didista opnieuw. Heeft het er ook mee gehad. En Didista is ook een van de eerste keer dat je hem echt ziet voeteren in de camera en niet tevreden is. En dus het belooft wel nog een goede tweede helft te worden, maar ja, ik dit opnieuw bij Ionel afval in dat spel en die lange passes haal die er maar uit. Want... Had hij minder tegen Zairor, vond ik, die foute passes zoals hij nu gaf? Ja, omdat Zairor houdt je constant geconcentreerd en bij Didista is dat iets anders in dat balbezit. Didista voelt niet gevaarlijk aan. En dan plots. Ja, bij Zairor die want voelt... daar is hij. Nee, Chimanga. Ja, dat is slecht ingespeeld Bruno. Hier, Bruno. Een Kuba, maar Maarten zit ertussen. Maar dus daar voelt Didista niet gevaarlijk aan. Bij Zairor heb je dat constant. Van Kleinput. Met Mamadou Fall. Player to watch is Mercier. En die heeft voorlopig voor de forcing gezorgd. Met die gelijkmaker, waardoor het 2-1 staat in de totale score. Maartens, nee, dat uitvoetballen lukt niet goed. Nee, daar heeft hij dus duidelijk moeite mee. In het begin van het seizoen was hij heel goed onder hoge druk. Maar vorige week en ook nu zie je dat hij daar toch moeilijk mee heeft, Ionel. Nicholson, de paaslijn afgesneden met Chimanga. Dat hij dat nog durft. Vergeet niet, Thijs. Hij beseft natuurlijk ook dat hij een hele mooie kans heeft als debutant in de Proximus E-Pro League.
om hier in de finale te staan. Dat kan in de vingertjes en in het kopje beginnen kruipen natuurlijk. Is wel een man van de no-nonsense, ja. Maar dat besef gaat er toch stilaan moeten komen dat er een ja, unieke geen mogelijkheid fout, klaar ligt voor hem. Hier komt hij goed weg, geen fout daar op Dion, die was het denk ik. Klein beetje delay. Ja, dat is ook niet ideaal natuurlijk voor zo'n halve finale. King. Hebben we wel vaker gezien van bij Didista, zo'n delay. Mini. Mercier. Sowa met Mini. Je ziet, die middenvelders die volgen niet echt. Hè. Hij wil het echt met vier aanvallers doen. Nu dan. Goeie bal nu. Nu dan. Maartens. Als hij er nog een goal bij puurt, dan vrees ik ervoor voor Didista. Ja, pas op. Nicholson die begint te rennen. Krijgt die bal niet. Dat is een goeie. Op val. En dan terug naar een Kuba. Die blijft voorlopig opnieuw centraal in dat middenveld staan. Bruno. Val. Nicholson wegdraaien en scoren. Nee, Romo. Ja, toch even bibberen daar bij Ionel. Snelle corner nu. Ja, Dissolé kan koppen. Oeh, Chimanga weghalen die bal. Dat lukt. Altamari. Goh, wat een druk. Blijft rustig nu. Ja. Dat is goed. Iedereen kan opschuiven. Maartens goed weggedraaid. Die hoge druk van Didista is ja, toch die, wel moordend. Die moordend. Druk is immens. King nu op Sowa. Tikje terug. Dit is een beter moment in de combinaties voor Ionel. Altamari kan hem eventueel, wou ik zeggen, steken, ja. Maar uiteindelijk lukt het niet. We proberen ook op dit moment zo lang mogelijk dat balbezit te houden, omdat de spelers van Charleroi moe gaan worden dan. En je kan er uiteindelijk maar drie wisselen. Dus hoe langer je nu dat balbezit houdt, ja, dan gaat die stamina van de spelers van Charleroi achteruit. En dan, dat kan je ook wel een voordeel opleveren in die laatste 10, 15 minuten. Maar deze passes moeten er wel uit dan. Blijft gelukkig nog wel aan de bal. Mini. De Norre. Goeie laterale paas. Ja, goeie aanval. Afmaken die handel. Doet hij niet. Wat doet hij toch? Dit moet je afmaken, zulke momenten. Ja. En ja. Dat bedoel ik met die vele kansen nodig. Hij wil het vaak te mooi doen. Dat is een probleempje, zullen we maar zeggen, waar hij al een tijdje mee kampt. Hij wil het altijd oh zo mooi doen. En soms moet je gewoon eens even effectief zijn en het op een minder mooie manier afmaken. Ja, hij wil elk doelpunt maken op de manier dat Arsenal ooit tegen Norwich scoorde. Daar komt het een beetje op neer. En dat gaat nu en dan eens lukken. Dat maar waren dat toch goede tijden voor Arsenal. Ja, 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 zelfs toen was het niet geweldig hoor. Mercier met King. Mini, Mercier kan lateraal eventueel naar Maartens, maar hij doet het tot bij Mini. De tijd tikt weg in het nadeel van Charleroi. Buitenspel, Mercier. Wanneer gaat Didista iets aanpassen? Ja, dat vraag ik me ook af. Of wat heeft, wat heeft hij te verliezen? Niks. Golizade? Het is natuurlijk ook maar één doelpuntje. Ja, oké, okay, maar goed. De tijd. We gaan naar de laatste 10 minuten. Ja. Wat me ook wel opvalt vandaag is... in het begin van het seizoen zagen we bij Ion al heel vaak de Elastico. Die zien we niet meer. Maartens. Klopt inderdaad. Chimanga. Minder dan 10 minuten, hè. Ionel is minder dan 10 minuten verwijderd van een plaats in de finale tegen Zak Bentato. Leuven tegen Anderlecht. Wie had dit durven denken, bedenken als finale in de Proximus E-Pro League? Niemand. Ja, Hakim blijkbaar wel, hè. Die heeft gezegd dan moet Hakim wel met de Lotto gaan meespelen. Ja. Mag je voor ons ook meteen de nummers invullen. Ik zal hem geld geven. Doe maar mee met Euromillions. Daar komt de hoekschop van Altamari. Van Kleinput controleert. Opletten nu, want druk op Van Kleinput. Maar vol risico. Hij blijft rustig. Die staat 84ste minuut. Goh, King verdedigt goed. En nu ligt het open. Mini. Nu dan. Mercier. King nog een keertje. Kayembe moet verdedigen op King. Eindig aan speelpunten. Balletje proberen bijhouden. En de hoekschop. Nee, nee, komt er ook niet uit. Ook geen foutje. Kijk eens, wat een druk. Met z'n 3-4 staan ze daar. Mm-hmm. Opletten geblazen. Want nu kan Didista nog een balletje proberen lanceren. 87ste minuut. De Norre zit ertussen. Op die manier gaat het niet lukken voor Didista.
Ja, pas toch maar op met naar je keeper te spelen daar. Romo, lange bal, een goeie. Altamari, 88ste minuut. Is het binnen voor Ionel? Gaat hij in zijn eerste jaar in de Proximus E-Pro League, het eerste jaar ook dat OHA Leuven meedoet in de Proximus E-Pro League, de finale bereiken? 1 minuutje extra tijd. Rammen naar voren die bal met Romo of met een Gama. Dat doet hij. En gaat hij die staan nog komen tot aan de goal of niet? Laatste aanval met Nicholson, een goede tackle. En het is Ionel die in de finale staat van de Proximus E-Pro League. Didista ligt eruit. Nee, de nieuwe beker voor dit seizoen gaat niet naar Charleroi. Nee, maar wel naar Anderlecht of Leuven. En dat is toch een verhaal dat iedere week mooier wordt. De debutant Ionel, dat hij dit gewoon op de mat brengt. Ja, wat een verhaal, wat een parcours. En dit is onwaarschijnlijk dat hij dit vandaag ook doet. En dan heeft hij nog de pech dat hij de on-goal maakt, maar dat trekt hij dan goed. En kijk, zie hem glinderen. Ik denk dat we hem nog niet zo vaak zoveel... Ja, zien glimlachen hebben. Maar, en verdient hè, dat hij glundert. Hij heeft de nummers 2 en 3 van de reguliere competitie eruit geknikkerd. Ja, hij heeft ook een moeilijk parcours gehad. Een beetje hetzelfde verhaal als Zak Bentato. Twee jongens, moeilijk parcours in die kwartfinale, halve finale. Maar toch gewoon nu gedaan. En dan staan ze tegen elkaar in die finale. En daar kan natuurlijk alles. Absoluut. En als ik daarnet vertelde dat het petje af is voor Zak Bentato dat hij in de finale staat, wel opnieuw chapeau voor Ionel dat hij zijn plaats in de finale ook heeft weten te verzilveren. De titel gaat dit jaar naar Paars of Wit of naar OHA Leuven met Ionel. Ja, en dan mag je toch die scoutingcel van OHA Leuven van de e-sports toch een pluim geven, want hoe deze jongen aan de competitie begonnen was... Daar waren we tevreden over als commentator zijnde. Hij bracht een goed niveau. Even ingezakt, maar dan op die manier terugkomen en uiteindelijk die finale halen, dat is toch onwaarschijnlijk. En zoals je zei, die Vlaamse eer hoog houden, ja. Dat heeft hij vandaag gedaan. Doet hij. En ook de Leuvense eer, hoor. Daar mag je zeker van zijn dat ze hem in die stad ook goed volgen. Hij kan alle primeurs pakken dat hij maar wil vandaag, Ionel, want het zou trouwens de eerste Vlaamse club zijn die kampioen zou worden in de Proximus E-Pro League, na Moes Kroen en Charleroi de voorgaande jaren. Dit zijn alle resultaten op een rijtje. Anderlecht KV Kortrijk, daar was het dus Zak Bentato die het haalde in zijn onderlinge confrontatie met Mansen. En we zagen een iets meer gesloten partij tussen Ionel en Sporting Charleroi. Maar het is wel opnieuw met 1 doelpuntje verschil. Dat was ook tegen Zairor zo dat Ionel zijn plaats in de finale heeft weten te bemachtigen. De Grand Final die op 19 mei wordt uitgezonden van de Proximus E-Pro League dit jaar, wordt er eentje tussen RSC Anderlecht en OHA Leuven. De laatste twee protagonisten van vandaag gaan we ook nog eens aan het woord laten. De Vlaamse eer wordt dus nog steeds hooggehouden door niemand minder dan Ionel van OHA Leuven. En als alles goed is, dan gaat Reinoud ons moeten horen nu. Dag Reinoud, hallo. Reinoud, proficiat man. Ik noem het een sprookje dat blijft duren, maar ik vraag me af, zie jij het zelf als een sprookje? Ja, dat is mooi omschreven, denk ik. Dus het blijft gewoon gaan en ik ga gerust mee. Hè. Zolang dat we blijven winnen, is het allemaal goed voor mij. Ja, in die tweede wedstrijd werd je wel nog wat onder druk gezet en kwam je er niet altijd combinerend uit. Maar toch wel props voor jou. Je weet je aan te passen aan je tegenstander, maar je verloochent jezelf ook niet in aanvallend opzicht. Dat is wel knap, hè? Het was het eerste match ging wel beter in mijn opzicht. Natuurlijk weet je dan dat je in het tweede match gaat komen en dan score ik een prachtige on-goal. Ja, schitterend. En dan weet je natuurlijk dat het moeilijk gaat worden, maar dan natuurlijk een beetje de maturiteit die ik hier doorheen de competitie heb leren kennen. Een beetje dat balletje bijhouden op het einde. De bal niet meer doen weggeven. Het zijn zowel van die zaken dat je dan meepikt en het heeft geholpen duidelijk. Hè. Je schakelt de nummers 2 en 3 van de reguliere competitie uit. En we gaan een duel krijgen tussen de nummers 7 en 8 uit de reguliere competitie die de finale spelen. Apart. Ja, dat is inderdaad een beetje schrijnend misschien zelfs. Maar dat wil ook wel zeggen dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt hoeveel ze daar eindigt. En dat gewoon in de play-offs dat je er dan moet staan. Ja, wat is nu de tactiek voor tegen Zak Bentato? Want we hebben wel het gevoel dat je je tegenstander goed bestudeert. Maar Zak Bentato is een beetje een raadsel. Die komt elke week met een nieuw plannetje. Goed, de tactiek die ik voor mijn eigen opstelling ga spelen. En dan in de wedstrijd zelf ga ik wel een beetje zien hoe hij speelt. Of hij terug met 5 van achter gaat spelen of niet. Dat zien we dan wel. En we zien wel. Ja, het is al, staat er bij Leuven... Ik ben al heel content dat hij in de finale staat.
Ja, staat er bij Leuven iets in je contract van bonus als je die finale pakt? Nog niet. Aha. Schande. Misschien toch nog even onderhandelen voor 19 mei. Ja, dat is waar. Ik heb nog wat tijd. Hè. Voilà. En als Capitores misschien het doelpunt van het seizoen had in de reguliere competitie, misschien moeten we een troostbekertje nog extra sturen voor Ionel Extra. Ja, of on-goal van het seizoen. Ja. Kunnen we hem opgeven. Voilà. Goed. Dikke proficiat, Ionel, met je plaats in de finale. En we zien elkaar terug op 19 mei. Bye-bye. Dankjewel. Dag. Ja, en dan gaan we eens over naar het verliezende kamp. Helaas voor Didista, de beker van vorig seizoen prijkt nog heel mooi achter hem. Maar helaas gaat Charleroi zijn titel niet verlengen. Salut Didista, tu m'entends? Oui, je t'entends, salut. Didista, je vois la déception sur votre façade. Ouais, très déçu d'échouer ici en demi-finale. À un match de cette finale, bon, malheureusement, c'est tombé sur Ionel. Je tiens à le féliciter, il a été meilleur aujourd'hui que moi, mais voilà, très déçu. Oui, c'était pas des matchs comme Didista normalement, hein. C'était Ionel qui a coupé tous les passes qui est typiquement pour Didista. Oui, non, c'est bien résumé. Il a bien su contrer. Moi, j'arrivais pas à imposer mon rythme dans la rencontre. J'avais pas les bonnes sensations aujourd'hui, malheureusement. Mais oui, il a su couper, bien lire mon jeu comme il faut. Et oui, voilà. Au final, j'ai pas réussi à faire mon jeu. Ok. Encore des félicitations, by the way, pour votre championnat cette saison. Mais yeah, c'est dommage pour toi. Pas une place dans le final pour Didista. Merci pour la réaction. Merci beaucoup. Goed, Thijs, kan jij nog snel even vertalen? Ja, kort even vertalen. Hij is duidelijk wel teleurgesteld. Ja, terecht. Hij geeft ook wel toe dat Ionel de betere was vandaag. En hij gaf vooral toe, ik kwam niet in mijn ritme. En Ionel, inderdaad, je gaf het al aan. Er is één ding dat je bij de Dista moet afstoppen en dat zijn die dieptepases. En daar is Ionel vandaag heel goed in geslaagd. Waardoor dus een Dista niet in zijn ritme kon komen en niet echt de oplossingen vond die hij normaal vindt. En ja, hij is... Hij vindt dat Ionel het verdient, maar hij zal nog lang teleurgesteld zijn. Maar ik vermoed dat hij volgend seizoen gewoon nog sterker terugkomt. Goed, beste kijkers. We hebben maandenlang gezocht naar de beste gamers in het spel FIFA 21. Zowel op dit niveau van de Proximus E-Pro League trouwens, als op het recreatieve niveau. En we kunnen dus echt stilaan gaan aftellen naar ons finale evenement dat op 19 mei gaat plaatsvinden. En we kunnen u al meegeven dat dat niet in deze setting zal zijn, niet in dit hokje waar we week in, week uit op 1,5 centimeter van elkaar zaten. Weliswaar telkens met mondmaskers. Maar goed, we gaan dus in een totaal andere setting gaan zitten. Wat deze gaat worden, dat gaan we nog even als verrassing houden voor jullie. En we gaan dus toewerken, Thijs, naar de apotheose van zowel dus de toernooien die we online hebben gehouden op recreatief niveau, die dus onder de noemer van de E-Cup werden georganiseerd. Ook die finale gaan we dus op 19 mei uitzenden, met normaal gezien ook ons commentaar, met dan uiteindelijk de grote apotheose van de Proximus E-Pro League, de finale tussen Zak Bentato en Ionel. Ja, inderdaad. En dan zit het seizoen er zo bijna op en het was een fantastisch seizoen, maar ik vermoed dat de finale tussen Ionel... Ja, misschien wel het meest tactische steekspel gaat zijn dat we dit seizoen gezien hebben. Stip het alvast in jullie agenda, beste kijkers en e-sports liefhebbers. 19 mei, dan volgt de grote finale van de derde jaargang van de Proximus E-Pro League. Zak Bentato van Anderlecht, voor de tweede keer in 3 jaar tijd dat hij in de finale staat, gaat het opnemen tegen de debutant van dit seizoen, Ionel van OH Leuven. Eén van deze twee jongens wordt dus op 19 mei kampioen van België in FIFA 21. Bedankt voor het kijken bij deze halve finales vanwege Thijs en mezelf. En dus tot 19 mei voor de grote finale. Bye bye.